tweede keer. En kijken hoe dat gaat aflopen in deze mooie van de standaardklasse. Op kop volgens mij de 504 van Louis Lichtenmaat, heel dichtbij de 545 van Thijs Merk. En daar weer aan de buitenkant de 588 van Arno Hartel. Maar we weten het pas zeker als hier weer voorbij komen wie er 1, 2 en 3 zijn. Want hier is natuurlijk, hier wordt het beslist. 504, 588, 545, 574, 502, 597, 826, 811, 819 en de, even kijken, Egbert Nicolai, wat was dat ook alweer? 554. Maar er komt de 504 van Louis Lichtenmaat. De eerste plaats, de tweede plaats, de 588 van Arno Hartel. En op de derde plaats, de 545 van Thijs Merk. Maar daarachter op de vierde plek, de 574 van Frans Oostra. En daarachter de 597 van Erwin Oostra. De strijd om de vierde, vijfde, zesde, zevende tussen Erwin Hoekstra, Frans Boostra, André Linker en Wijd Hamersma is bezig. Markov, daar is hij alweer, de 504, Louis Goosloch op de tweede plaats. 588, Arno Hartel op de derde plek, de 545 van Thijs Merk. En dan op de vierde plek, de 597. Van Erwin Hoekstra. En dan Frans Boostra. Daarachter is het André Linker en André Linker is op dit moment de leider in het clubkampioenschap. Maar natuurlijk moet hij wel nog horen rijden om belangrijke punten te halen voor dat clubkampioenschap natuurlijk. Op de eerste plaats nog steeds Louis Lichtenma. De tweede plaats voor de 588 van Arno Hartel en met de plek. 545 van Thijs Merk, daarachter de 597 op deze de vierde plek van Erwin Oostra. En dan hebben de man op de zijde plaats, André Linker. Thijs Merk probeert nog even aan de Hartel voorbij te komen. Kijken hoe dat gaat aflopen in het laatste gedeelte hier naar de finishlijn toe. Hebben we de winnaar, 504, Louis Lichtenma. Dan de 588 van Arno Hartel en daarachter Thijs Merk, de 545. Dan de 597 van Erwin Oostra, daarachter de 525. Van André Linker, Peter Haasma, Wijd Hamersma, Martin Kobus, Egbert Nicolai.